iedere fiets van Koninklijke Gazelle krijgt 4 laklagen. Daardoor kan een echte gazelle wel tegen een stootje. Jaarlijks maken er zo'n 800.000 frames en onderdelen een reis van 2 kilometer door onze eigen lakkerij. De langste lakstraat ter wereld. Hier worden ze binnen 6 uur voorzien van de allerbeste lak. Hoe we dat doen? Voor een strak eindresultaat controleren we eerst op oneffenheden. De frames en onderdelen worden ontvet en voorzien van een conversielaag. Die zorgt er niet alleen voor dat de poedercoating straks makkelijk hecht, maar voorkomt ook dat de fiets kan gaan roesten. Daarna brengen we een grondlakpoeder aan, zoiets als grondverf. Door het grondlakpoeder positief te laden en het frame of onderdeel negatief, komt het poeder alleen daar terecht waar het hoort. We verspillen daardoor nagenoeg niets. In de oven smelt het poeder tot een mooie, egale grondlaklaag. En eenmaal afgekoeld is de fiets klaar voor zijn kleur. Die kleur brengen we altijd 2 lagen dik aan. Dat betekent ook 2 keer in de oven. Ieder jaar gebruiken we hiervoor 70.000 kilo lak. Tot slot wordt iedere fiets handmatig voorzien van zijn eigen design. Of dat nu klassiek is of modern, het is een echt precisiewerkje. En om het geheel af te maken, als laatste beschermende laag, een laatste laag keiharde blanke lak.